toekomstplannen boven Kerkenpolder. Buurtmozaïek project Randwijk. Broersepark familiedag. Beklimming Mont Ventoux voor cancer. De Stichting Beschermers Amsteland heeft een plan ontwikkeld om van de Nesserlaan aan de rand van de wijk Waardhuis-Middenhoven een verkeersveilig recreatiegebied te maken. Voorzitter van deze stichting, Kees van Tilburg, heeft voor zijn plannen van het ministerie van Vrom een bedrag van €950.000 toegezegd gekregen. Vrom heeft gezegd dat willen we in dat gebied investeren. Dus een voorbeeldgebied, wij gaan het in dat gebied investeren. Ja. Maar de eerste 7 ton komt beschikbaar als de provincie meedoet met 9,5 ton. En de laatste 2,5 ton komt beschikbaar als de gemeente meedoet. Ja? Nou, met de provincie zijn we nu aan het praten. Ik heb er alle vertrouwen in dat dat goed gaat komen. Het plan behelst een natuurvriendelijk, recreatief en verkeersveilig gebied direct toegankelijk voor de mensen. In feite komt het erop neer dat je naast de Nesserlaan een natuurstrook inricht. Ja, een natuurstrook die ook recreatie is. Ja, dus een fietspad er doorheen. Ja, water, riet. Kortom, het invullen van die ecologische hoofdstructuur. En waar we nu om gevraagd hebben, is niet om die 9,5 ton. Nee, we hebben gevraagd om een gesprek met de gemeente om te kijken, ja, of er geen mogelijkheden zijn om. Het lijkt alsof wethouder Levy zelf de deur niet helemaal sluit. Hij spreekt tenslotte over mogelijkheden. En het lijkt zo te zijn, volgens de informatie van de ChristenUnie, dat het misschien mogelijk is om, als wij niet mee zouden doen, dat daarmee het oorspronkelijke bedrag van €950.000 van Vrom niet verloren gaat, maar er misschien andere oplossingen denkbaar zijn, waarbij wij geen financiële toezeggingen hoeven te doen en ook niet vastzitten aan wat dan heet structureel jaarlijks terugkomende lasten voor de gemeente Amstelveen. Waar wij naar kijken binnen Amstelveen is dat we het groen wat we hebben, ook als het bezuinigd zou moeten worden, zo goed mogelijk onderhouden. En dan is het moeilijk te verkopen, ik kom vaker met dit voorbeeld, dat we het gras voor de deur in de perretjes niet meer maaien, de kindertjes daar niet kunnen spelen, maar wel naar een nog niet bestaand, maar een nieuw een ommetje of iets dergelijks in de polder moeten. Ik zeg niet dat het onmogelijk is, maar daar zou de raad een keuze in moeten maken. Een keuze die wij als college op dit moment onmogelijk kunnen maken, omdat wij nog bezig zijn om alle bezuinigingsmogelijkheden te bekijken. U denkt dat dit opgelost kan worden, dat daar allerlei creatieve oplossingen voor zijn die het wel mogelijk maken? Natuurlijk zijn er oplossingen voor. Absoluut, daar ben ik van overtuigd. Bij de raadsvergaderingen over de programmabegroting in september zal er een besluit worden genomen. In de Bos en Vaartflat in Randwijk is momenteel een creatief en kunstzinnig project aan de gang. Wijkbewoners zijn vanaf 17 mei bezig een mozaïekkunstwerk te maken onder begeleiding van de kunstenaressen Nicole van Buren en Jeltje van Houten. Kan die boom van 3 meter dit al hebben? Nou, hij wordt... Gaat hij niet opknappen? Nee, dat is een betonnen fundering. Zit eronder en daar wordt hij dus... Er zijn allemaal ijzers die uit die boom steken. Ja. Dus die kunnen vastgemaakt worden op die betonnen fundering. Het buurtmozaïekproject is gestart in 2008 in het stadshart met de gemozaïekte brugleuning Het Lint, vlakbij het Cobra Museum. De naam voor dit mozaïekkunstwerk, Kijk op de Wijk, is na een intensieve brainstorm unaniem gekozen door de wijkbewoners zelf. Het kunstwerk heeft de vorm van een gestileerde boom met 3 bankjes die ook onderdeel ervan uitmaken. De boom heeft doorkijkers naar de wijk en de bankjes staan symbool voor de 3 basisscholen die ook deelnemen aan dit project. Die school moet er ook bij, want al die kinderen wonen bij ons in de buurt. Dus, Op vrijdag 27 augustus jongsleden bracht de wethouder van kunst en cultuur John Levy een bezoek aan dit project in Randwijk, waarbij hij tekst en uitleg kreeg van de mensen zelf. Die mogen dan de 1, 2, 3, 4, 5 plekken.
Je loopt niet het risico dat het werk volledig verknoeien. Nee hoor. Nee, want het is raar. En letterlijk zijn eigen steentje kon bijdragen. Ja. Volgens mij moet hij zo. Als ik me niet vergis. Dagpansbewijs, ja. Ja. Ja, lijkt mij. En een stukje van de... Ja, we hebben het. Ik wil de Amstelveense bevolking heel graag bedanken, want we hebben in de afgelopen 2 jaar veel steun en betrokkenheid ervaren. De gemeente van de Dorpskerk heeft zich eigenlijk vrij heftig wel verzet tegen de sluiting van de kerk. De gemeente van de Dorpskerk heeft ook andere plannen gehad, heeft alternatieven bedacht. Helaas zijn we er in de bestuursorganen samen niet uitgekomen om de kerk inderdaad open te houden. Maar in de afgelopen tijd hebben wij eigenlijk van mensen van binnen en ook veel mensen buiten de kerk heel veel steun ondervonden. Mensen zijn heel betrokken geweest en daarvoor zeg ik hartelijk dank. Maar nu is de sluiting helaas toch definitief. De Nederlandse schilder Corneille is op 5 september op 88-jarige leeftijd overleden in een ziekenhuis in Frankrijk. Corneille, wat in Frans kraai betekent, behoorde tot de oprichters, samen met onder andere Karel Appel, van de experimentelen. Samen vertrokken zij naar Parijs en richtten daar met anderen de kunstenaarsgroep Cobra op, wat staat voor de plaatsen waar de kunstenaars vandaan kwamen: Kopenhagen, Brussel en Amsterdam. Corneille exposeerde veel in het Cobra Museum van Amstelveen. In zijn laatste periode viel hij terug op figuratie, vogels, bloemen en vrouwen. Hiermee is hij bij het grote publiek bekend geworden. De kunstschilder wordt begraven in de Franse plaats Avers-sur-Oise. Op die begraafplaats liggen ook Vincent en Theo van Gogh. Op zondag 29 augustus was er weer het jaarlijks terugkerend familie-evenement in het Broerse Park. Een popconcert voor kinderen. Dit jaar speelde de bende Van Vier. Zij gaven een openluchtvoorstelling, gemaakt met liedjes, korte sketches en gedichten. Wij zijn twee vriendjes, verschrikkelijk dik. Ik ben dus Meerte Schuring van het Amstelveens Poppentheater en wij organiseren dit festival Broers Park Familie Festival. En jullie vraag was waarom we vandaag de bende Van Vier gekozen hadden. Nou, die band kende ik een klein beetje en wist dat Hans Kuiper ook stadsdichter was van Zaandam. Dus, en dat het hele leuke vrolijke muziek was en hele mooie nummers of mooie teksten. Dus daarom hebben we gekozen voor deze band. De liedjes die zijn gebaseerd op de gedichten uit het boek Ik kan alle woorden lijmen van Hans Kuiper. Mijn opa is een liever, al zolang als ik hem ken. Maar nu zit ik bij hem en hij weet niet wie ik ben. Zijn lied Opa is genomineerd voor de Willem Wilmingprijs voor het beste kinderlied. Maar hij lijkt te dromen. En hij is zo moe. Nu zegt opa, broertje. En hij steelt mijn haar. Ik weet niet wat ik zeg hem. Zondag 5 september hebben wij theatergroep Hilaria met Vliegende Honden Bijten Niet. En wij staan 18 september ook op het festival in het Stadshart. Dus dan zien we elkaar misschien dan. Een team van wielrenners van de Amstelveense schaatsvereniging De Poelster zal 10 september de fameuze Provenzaalse berg Ventoux beklimmen om geld in te zamelen in de strijd tegen kanker. Samen met mijn man Tom ga ik de Mont Ventoux op fietsen. In 2009 deed de Amstelveense fysiotherapeut Erik Vermist voor het eerst mee aan de Ventoux voor Cancer. En vorig jaar heeft Erik Vermist als een soort nagedachtenis aan zijn vader voor het eerst meegedaan met de beklimming dan voor de Mont Ventoux voor cancer. En ja, we hebben een camping besproken
En daar hebben we gewoon de kampeerplaatsen bij elkaar. Dus we zijn als groep daar aanwezig. Zo hoopt de vereniging dit jaar geld in te zamelen, wat voor 100% ten goede zal komen aan het kankeronderzoek. Ja, goed, iedereen is een beetje zijn eigen omgeving aan het in zijn eigen omgeving aan het lobbyen geweest. Bij werkgevers en bij buren, bij familie, vrienden. Ja, en je bent verbaasd soms wat voor bedragen mensen je geven. Voor meer informatie kunt u terecht bij de vereniging De Poolster. Ja, www.poolster.nl. En op die site is het gironummer te vinden. Romeinen, Kelten en ridders. Oude tijden herleven tijdens het historische evenement Fantastic Amsterdam. Dat vond voor het eerst plaats op 8 en 9 augustus in het Amsterdamse Bos. Zo was er een grote middeleeuwse markt en het hoogtepunt van het festival was het zeer authentiek opgevoerde riddertoernooi waar meer dan 1000 toeschouwers op afkwamen. Veel kinderen hadden hun eigen ridder, heksen of prinsessenuitrusting aan en genoten samen met hun ouders van deze mooie dag. Ridders tegen elkaar in het toernooiterrein treden. En deze vier ridders zullen elkaar eerst uitdagen door het spelen van spelletjes en daarna zullen zij lansen ter hand nemen om elkaar in de joust van punten te proberen te beroven. Is Jan Pjörn Rachsark. Het is de in de paas gehulde ridder. Ridder Jan, zeg maar. Gelegenheid is zeer perfect, u heeft gezien, ergens weinig versterkt. Het is hier gewoon midden in het bos. Alle mensen houden van de natuur, wij houden van de natuur. Dus een ideale locatie. Nou, gewoon dat mensen onder elkaar iets uit de auto van vroeger, dat ze dat mee kunnen krijgen. Vooral die kids, die vinden het altijd leuk met gevechten en met zwaarden. En nu met die paarden, dat is helemaal leuk. Op die paarden, ja, dat vond ik wel heel leuk, dat ze dat ook echt lieten zien. Dat ze die paarden allemaal trucken gingen doen en dat ze gingen steigeren. En dat ze gewoon gingen vechten, dat vond ik wel spannend. Welke ridder had gewonnen? De zwarte ridder? Had de rode ridder gewonnen? Nee, de witte. Boegnozems uit Amsterdam en omgeving zijn zondag 28 augustus in Amstelveen gestart. Liefhebbers van dit oude type bromfiets hadden een uniek thema voor hun jaarlijkse rit, een moordrit.
Een rit langs de plekken in Amstelveen en Amsterdam waar criminelen geliquideerd zijn. Amstelveen heeft ook een bedenkelijke reputatie op dit gebied. We rijden even los. Nou, wat moet ik verder zeggen? Verkeer in Amsterdam altijd even rekening houden met de trams. Klinkt het leuk, hè? Nou, daar zitten ze goed uit. En dan bedoel ik, die hebben wat lange remafstand nodig. Dus, en de tramrails natuurlijk. En voor de rest is Amsterdam wel bekend, dacht ik. De grafische zo. Er werd gestart op het terrein van Mira aan de Sportlaan. Vandaar vertrokken zij naar het eerste liquidatiepunt in de Stationsstraat. Hier werd Cor van Houten vermoord. Ze reden via Buitenveldert naar Amsterdam. Het eindpunt van de moordrit was hun vaste café. Stoppen en een eresaluut brengen aan ze dan. Oh, ja. Blauwe eruit. Ja, maar het weer hebben we massa mee. Ik heb nog even net gebeld, maar op de buienraar daar hebben we misschien een uur of half drie een klein beetje regen. En daarna blijft het 5 uur goed. Leuk joh. Daar had ik vroeger ook zo'n ploeg. Ja, mijn broer. Ja, nou, met zijn hoofdstuur. Ja, in de jaren 60 was dat. Ja, dat is echt. Ja, het is een betaald, maar de koeg was natuurlijk met het hoge stuur, die deed het, hè. Hup, even een bammetje. Ja, goed, hè. Zit erop? Ik moet ook even zien, hoor. Lekker. Ja, ik vroeg aan mijn vriendin Solix en we gingen weer aan dansen en er was een wegafcentrum op Hugo de Vrieslaan in Amsterdam. Dat waren van die oranje pionnetjes. Ja. En daarachter lag zand, dus je voelt al aan wat er gaat gebeuren. Dus we lagen best een 2 uur zand. Zal dat. Onder luid tromgeroffel werd op vrijdag 13 augustus het 9e Europees kampioenschap drakenbootraces op de Amsterdamse Bosbaan geopend. Het hele weekend streden 86 teams om de titel European Champion Dragon Boat Racing 2010. Stop 2! 2 forward, 5 forward. Stop 2. Stop 5. All boats stop. Are you ready? Attention. Go! Transfer on. Nederlands team, dus in de oranje outfit. Sportiviteit en samenhorigheid tekenden het toernooi waar in totaal 14 Europese landen aan deelnamen. Je lijf gaat zeer doen en dan wil je eigenlijk niet meer. Dus meestal na die 500, is op de 350, 400 meter, is die verzuring zo toegeslagen. Of je moet een ander tempo gaan varen, dat je nog ergens anders je energie eruit vandaan kan halen. Of je gaat langzaam dood en je ziet er nog zwart worden. Ja, ja. Maar anders wordt het echt een duursport en dat willen we niet. Nou, die 2 kilometer, dat is een duursport, maar dan ga je gewoon op een veel rustiger tempo weg. Waar ik dan wel mee... Voor de man met de hamer? Zeker voor de man met de hamer. Of soms ook voor de vrouw met de hamer. Van de 14 landen die deelnamen in Amsterdam hebben Duitsland, Tsjechië en Hongarije de meeste medailles gehaald.
Op zaterdag 18 september vanaf 12 uur barst het nieuwe culturele seizoen los met een parade op het Stadsplein Festival. Op meer dan 10 podia, buiten en binnen, is er van alles te doen voor jong en oud. Er zijn optredens van onder andere DJ Solex, Nico Dijkshoorn en Hans Dulfer. En natuurlijk is ook RTV Amstelveen aanwezig op dit feestelijk evenement. Kijk voor meer informatie over de opening van het culturele seizoen op www.stadspleinfestival.nl.